dit initiatief besteed? Eigenlijk heel simpel. Als het je overkomt, dan raakt dat. Maar ik wilde daar niet in blijven zitten. Het moet wel bespreekbaar gemaakt worden. En ik geloof dat je, als je iets aan wil pakken, dat je het beste met elkaar kan doen. Anders sta je tegenover elkaar. Vrouw met man. Dik of dun. Jong of oud. Travo, trans. Wit met zwart. Single, samen. Stoer met stout. Laat liefde lopen, hand in hand. Zonder kwel en kommer. Van Westerpaar tot Slotermeer. Van Oost tot Bos en Lommer. Wat vindt u daarvan? Hetzelfde als wat u daarvan vindt. En ik denk iedereen. Discriminatie is een... Hij heeft veel zin in. Discriminatie is natuurlijk een heel gemeen ding. Omdat het... iemand raakt in wat hij niet kan veranderen en wat hij ook helemaal niet hoeft te veranderen trouwens. Maar het is dus het tegendeel van constructief. En heeft u dit meegemaakt dan? Hè? Nee, ik kwam net van werk. Mijn vrouw was hier met een kind, dus ik heb het een beetje gemist helaas. En weet u waar het over gaat? Ja, ik weet waar het over gaat, ja. Ja, het was tegen discriminatie. Wat vindt u van deze actie? Ik vind het geweldig. Ik kom hier om te ondersteunen. Ik vind het wel goed, ja. Ik zie ook dat er heel veel mensen op af zijn gekomen. Het is jammer dat het nodig is, uiteraard. Maar het is natuurlijk prachtig dat het Arnoud van de buurt het organiseert. Ja, burgemeester, u bent vandaag hier. Wat vindt u van deze actie? Nou, ik vind het een hele sterke actie. Want je zal maar 2 weken geleden zo naar gediscrimineerd zijn. En het dan in zo korte tijd zo positief omdraaien. Dat je allemaal goede mensen bij elkaar brengt die zeggen we willen dit niet, we willen dit gewoon echt niet. Maar die in staat zijn om na te denken over hoe je die jongens die dat doen, dat gemene, venijnige, discrimineren, hoe je die er weer bij haalt. Want dat is de gedachte hier, de overheersende gedachte. En dat is zeker Arnoud en ik vind het dus heel knap. Wat vind je van de opkomst vandaag? Ja, geweldig. Ik ben erg blij dat er zoveel mensen zijn die gezegd hebben van hey, daar gaan we naartoe. Veel buurtbewoners en dat is het ons ook al om te doen. Het is een actie die wij echt neerzetten voor landlust. Helemaal prima als het groter wordt, maar onze eerste doelgroep is echt bewoners in landlust. Amsterdam, Amsterdam, de stad waar alles kan. Amsterdam, Amsterdam, iedereen die weet ervan. Heb je zelf wel eens met discriminatie te maken gehad? Ik praat net met mijn buurman en ik zeg ja, ik loop sowieso niet hand in hand door de straat eigenlijk. Sowieso niet in de stad ook. Eigenlijk om het ook een beetje te voorkomen. Dat is eigenlijk wel heel jammer natuurlijk. Ja. En u moet u zich ook inhouden in deze buurt? Nou, ik heb geen vriendje om mee hand in hand te lopen, dus, dus dat probleem is er niet. Maar als ik er wel in had, zou ik me niet inhouden. En bent u van plan ook iets mee te gaan doen hierna? Ja, als ik het op straat zou zien, dan zou ik natuurlijk mensen helpen en tegen doen wat u zelf kan. Ik ben zelf ook van andere afkomst. Discriminatie, dat is echt vreselijk. Ik hoop, later is ons nog wel eens overkomen dat we voorbij een paar jongens liepen en dat je dan als je voorbij bent hoort, homo, weet je wel. En ik hoop dat ik door zo'n actie ook gestimuleerd word om dan het lef te hebben er gewoon eens naast te gaan zitten en te zeggen, waarom zeg je dat nou? Ik denk dat ik er weinig aan kan doen. Ik denk dat de mensen zelf iets eraan moeten doen. Gewoon iedereen op zichzelf moet letten en gewoon niet zoveel op anderen. Dat is ook een van de goede dingen van zo'n actie. Er stonden hier echt wel een paar honderd mensen, schat ik. Dat is altijd moeilijk. Maar die gaan volgens mij allemaal weg met het gevoel van nou, wij zijn niet alleen, wij zijn samen. Dus waarom zouden we dit nou niet gewoon eronder kunnen krijgen?